Ik wil wel even graag van je weten of het wel eens in een gekke bui bent. Nee, ik ben nooit in een gekke bui. Maar wat bij mij onder normaal valt, dat is misschien voor andere mensen wel. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Op het Nijs zullen we het vaak voorbij komen. De verwarde man of vrouw. Maar wat nou als Tony interesse op stritten? Wat kiest dan van die meesten in de wan? Mogen jullie wat vragen stellen? Tuurlijk. Ben je wel verward? Ja. Hoe ziet dat eruit? Verward? Ja? Ik moest wat? Wat moest ik nou? Ik kwam er iets doen. Een beetje dat. Oké. Heb je dat ook wel eens onder invloed van drugs bijvoorbeeld? Of drank? Ja. Of... Wat kan iemand dan voor jou doen? Dat je echt bij iemand gaat zitten en even op iemand gaat inpraten van, goh, nou, wie, nou, even vragen of diegene weet wie die is en zo. En even zeggen van, nou, je bent nu hier, blablabla, in Leeuwarden, dat. Ja. Dus gewoon weer even terug in de realiteit halen. Ja, nou, bij de benen op de grond. Dat is wel heel belangrijk en soms moet je dat gewoon verteld worden. De man die hier alles van af weet, dat is Harold Brouwer. Hij is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Friesland. En jouwt een cursus hoe om te gaan met de persoon die onbegrepen gedrag liet zien. Harold kan u dus het antwoord Jan op de vraag wat mas toe doen als het in je op stritte zin komt. Het belangrijkste eigenlijk voor deze hele training is dat je gewoon contact maakt met je. Vrezen hoe het met je is en of je wat vind je kan doen. Moeilijker is het eigenlijk net. Nee, dat. Nee. Dat valt me wel als het zo makkelijk zo. Maar het is lastig in de praktijk eigenlijk. Ja. Het is een heel veel handelingsverlegenheid noemen we het eigenlijk. Ja? Het is zodra je in je chocolist en dan gaat men erop houden. En zodra je hier wat vervat, misschien je zul je in de toesteekje heen en struun, ja, dan ga je mijn ruttenboog eromheen. Ja. Maar het mooiste is dat je naar die man daar vrees, of vrouw en vrees wat aan de hand is. Ben je ook wel eens verward op stritten? Soms gebeurt het wel. Dan voelt het bij mij alsof ik een vastloper krijg. Ja, oké. Okay. Het kan ook wel kloppen, want ik ben licht autistisch. Stel, hoe komt hij? Het overvalt hij? Wat zou dan in je voordijk in de budgetten? Het beste wat ik kan bedenken is dat we even rustig gaan zitten. Ja? En eigenlijk niet praten. Oké. Okay. Maar wel bij me kop jouwen? Ja, dat ik misschien een idee heb van er staat iemand achter mij. En ik zeg niet dat mijn manier de allerbeste is, maar snap je hem? Ja, ik snap hem. En jullie is afkomstig uit van een ander wereld. Starseeds heten mensen als wij. Er lopen op deze aarde ongeveer 100 miljoen mensen rond die van een andere wereld komen. Ja. En daarvan lopen er 800.000 rond die van dezelfde wereld komen waar ik vandaan kom. Als je in die gekke bui bent, ja. Hoe kunnen andere mensen die dan helpen? Om weer even terug in de realiteit te komen. Nou, dat doe ik zelf altijd wel. Ja? Ja, zeker. Daar heb je andere mensen voor nodig. Conclusie! Als er dan ook zo'n persoon op de chin komt, zie je diegene dan op, wijs ze voor hem. En jij even als iets voor diegene dwaankist. Ik zou zeggen, probeer die dit uit. Hey, en misschien heb je al zo'n wonderlijke ervaring op dit gebied, hoor. Deel dit vooral in de comments. Hondje! Doei!